Mark Jan Roos zit naast mij. Die vraagt aan jou hoe het met jou gaat. Ik jou wel heel dood doen of niet? Hoe is het ermee? Met mij gaat het hartstikke goed. Fijn om te horen. En wel één ding van me weten is dat mijn herseninfarct mede door jullie veroorzaakt is. Oh, dan komt dat door ons? Ja, door jullie ja. Ook neuroloog heeft dat vastgesteld. Want daar stond onze naam op. Nee, ik heb verteld dat hij zei, had je veel stress? Ik zeg ja, onder andere daardoor. Ja, wat een fantastische heerlijke uitzending. Want afgelopen zondag deelden we met jullie deze prachtige beelden. Roddelpraters, aanstaande woensdag ben ik Rogier te zien bij Jan en bij Dennis in de uitzending. Dus vooral kijken, want hoe leuk gaat dat worden? Leuk! Nou, kijk, ten eerste is het leuk! Dus hij doet het zelf wel verkeerd. Hij is er niet. Nee, hij is er niet. En ik had nog de hele week zoiets. Die man heeft mij lopen appen deze week. En berichten lopen week. En ik wil, als ik langskom, een groot vol pak chocolademelk. Een pak, heel pak? Ja. Ik wil samen met mijn manager een hotelkamer. Wat? En ik wil een pizza van New York Pizza. En dan de Meat Lovers Pizza. Hij had allemaal eisen. Ik denk, maar ja, goed, leuk. Als Rogier... Leuk! Ja, laten we er maar in meegaan. Ja, wacht even. Jij hebt hem zelfs een hotelkamer aangeboden. Ja, nou ja. Daar wist ik niet eens wat van. Ja, nou ja, goed, dat had ik allemaal aangeboden. En vanmorgen werd ik wakker. En het is enorm spijtig, maar Rogier's manager is ziek. Hech. Ja. Hech. Ik zeg nog maar één keer. Hech. Nee, want Rogier gaat nergens naartoe zonder zijn manager. Maar wat valt er bij Rogier te managen? Ja. Nee, maar even serieus. Zijn standplaats op de camping. Nee. Ja. Maar het laatste wapenfeit van zijn carrière hebben wij laatst getoond. Dat was tijdens de bingo op de camping. Ja, dat deed hij. Ja, dat deed hij de leiding. 48. Ja, maar... ja. Jan Roos, en die maakt zich zorgen en die vraagt hoe is het? Hoe het met jou is. Mark, Jan Roos zit naast mij en die vraagt aan jou hoe het met jou gaat. Ik jou wel heel dood doen of niet? Hoe is het ermee? Met mij gaat het hartstikke goed. Fijn om te horen. En wel één ding van me weten is dat mijn herseninfarct mede door jullie veroorzaakt is. Oh. We hebben gepraat. Maar dat is toch de brandstof waar deze man op loopt? Dat er over hem gepraat wordt. Want voor de rest... Ja, hij vindt zichzelf... Ik las deze week nog dat hij in een interview heeft gezegd... dat het echt belachelijk is dat hij niet op primetime... ergens een show heeft. Ja. Ik ben gemaakt voor de televisie. Dat had hij gezegd. Ja, dat had hij gezegd. Ik ben gemaakt voor de televisie. Nou, kan je godverdomme nergens meer komen. Niemand nodig die me gek uit. Mag je bij ons komen, is een manager ziek. Ik zou zeggen, dan bel je toch een andere manager. Maar Rogier bleef berichten sturen. Dennis, het laatste wat ik erover zeg... heb je dan helemaal niks te melden vandaag? Behalve moi, ik Rogier Smit... Sorry hoor Dennis, ik sta met mijn rug tegen de muur, mijn manager is ziek, kan er niks aan doen, dus zoek het uit. Als manager volgende week niet ziek is, dat lijkt me niet, dan kom ik gewoon, ja? Alright, bye bye. Ja. Het is moeilijk. Maar Rogier, we zien jou volgende week graag. Gezellig. Ja, jij ook hè? Ja, maar ik ga niet betalen voor die overnacht. En die pizza's? Ook niet. Pak chocomel? Ja, ook niet. Nou, pak chocomel. Oké, pak je chocomel. Maar niet de enige echte. Gewoon een thuismerk. En dan kom je langs als kerstengel. Ja, ja toch? Ja, leuk. Ja. Leuk. Tot volgende keer. Leuk. Ja, en dan op de valrip. Voordat we hier gingen zitten was ik helemaal in mineur. Want Rogier kwam niet. Maar toen kwam mij ineens in de berichtenbox een enorme scoop binnen. Een scoopere poepere poepere pee. Zing maar mee. Ja, ik ben een beetje bang voor deze. Ja, dat begrijp ik wel. Wat is dat? Ja, nou ja, goed. Scoop! Kom op, ik ben een beetje verkouden. Ja. Scoop! Hoor je? Ja, maar kom op. Scoop! Goed zo, en ik kreeg geen context erbij. Misschien kun jij die leveren. Komt-ie. Huh?
dat is niet een van de mooiste scoops van dit programma. Wat een armoe is dit. Ja, is armoedig. Dit is echt armoe. En dit is weer in Groningen. Waarom gaat het jou altijd mis in Groningen? Waarom kun jij niet schadeloos op pad? Groningen is een achtergelegen gebied. Ja, en dat wil jij. En daar moet je gewoon. Dat is gewoon gevaarlijk. Voor een. Oh. Neil Diamond. Ja, nou ja, dit is wel vervelend. Dit kost me waarschijnlijk mijn relatie. Wie is dit? Als slaan me dood. Hoe oud is deze? Dat is niet heel oud. Dat geef ik je. God, zie ik me. En, ja, nou ja, en dan gaan we door naar het volgende filmpje. En dat is als jij je hotelkamer in komt. Met haar. Ja, dat is niet zo leuk. Nee, die is er niet. Nee, die is er niet. Nee, dat weet ik, want ik lag hier maar eentje in een hotelkamer. Ja, lag je echt al in? Ja, was triest maar waar. Maar wat is dit nou toch, joh? Ik sta in een kroeg in Groningen. En er komt iemand zo naast jou zitten? Ja, en die zegt, verstond het eerst niet. En uiteindelijk zei ze dus kus. Nou ja. Ja, ik vind het niet zo heel heftig allemaal, hoor. Je vindt het wel leuk? Ik vind het wel leuk, ja. Nou, ik vind geen lelijke meid. Ik ook niet. Nee. Ik moet eerlijk zeggen, ik kan me dit gedeelte van de avond niet helemaal goed meer herinneren. Nee. Maar zo zie je maar hoe populair ik ben in Groningen. Ja. Het heeft al een paar keer bijna mijn relatie gekost. Ja. En dit is waarschijnlijk een druppel. Ja. Heb je geen moment gehad, want ik zie jou heel even in de lens kijken, dat je dan even denkt van ja, het is niet voor niks dat het gefilmd wordt. Ik denk niet dat ik dat op dat moment, dat het allemaal zo scherp had. Hè? Weet je ook wat ik mooi vind? No. Ja, ik word geen zo langzaam bij de derde keer ook de romantieke van het zien. Ja. Dat meisje die doet zo. Ja. En ik ga met mijn hele mond zo een beetje eroverheen. Ik vreet er dan net niet. Volgens mij wou jij tongen. Nee, dit was niet. Dit was niet op elkaar. Dit is niet een voorstadium tongen, kan ik je nou vertellen. Jawel. Luister, als ik wilde tongen, had ik toch ook verteld dat ik met ging tongen. Dat maakt mij nou uit. Dat maakt mij niet zelf uit. Maar dit was echt, dat zijn ze een kus. En ze verwachten een kus, maar ze kregen eigenlijk een zoen. Ja. Dus meisje. Ja. Ik hoop voor jou dat het geen meisje is. Is dit geen meisje? Nee, ja, in de zin van, ik hoop voor jou dat het een vrouw is. Oh nee, ik denk dat hij wel boven de 18 is. Ja. Ja, wat doet hij anders s'nachts in semi-disco in Groningen? Rot even op. Kijk, de vorige keer vroeg jij mij of ik jou wilde sparen. Weet je wel? Weet je nog waar het over ging? Nee. Nou, dat vertel ik nu niet, want ik heb je toen gespaard. En jij probeert mijn huwelijk hier kapot te maken met een filmpje zonder overleg. Ik zou één ding zeggen, de beer is los. Zoals we altijd zeggen, de beer is los. Als de mensen weer wat hebben, kan het nu allemaal naar jou. Ja, ja. Nee, de beer is los. Wil je even een oproepje doen naar de kijkers? Heeft u schadelijke berichten, filmpjes of wat dan ook over Dennis? Dan kunt u onder de hashtag de beer is los. Heeft u misschien nog meer van jou, Roos? Nee. Nee, dan moet je deleten dan. Dan kunt u dat gewoon naar mij toesturen. Ik begrijp niet wat je hier zo leuk aan vindt. Ja, hoeveel huwelijk heb jij nou al verpest, joh? Onder de hashtag, daar is de beer weer. Ja. Nee, dan gaan we door. Dan gaan we naar Enzo Knol en Myron. Ja. Ja, weet je wat het is? Weet je wat het nou een beetje is? Af en toe wil je de credits voor een scoop. En af en toe niet. Ik denk dat de laatste scoop, dus zeg maar die van hiervoor. Ja. Dat jij de credits daar niet voor zou willen. Omdat ergens in je achterhoofd heb je het gevoel, dit was niet netjes. Naar Jan toe. Maar deze scoop was wel van ons. Ja, maar ook niet netjes. Daar waren ook veel mensen kwaad over. Echt? Och man, je hebt iemand verpest dat iemand een kindje krijgt. En weer maar. Nou ja, goed. Vorige week wisten we dus dat Enzo Knol en Myron een baby kregen. En belden we met moeder Knol. Met eremaatje. Ja, dat is niet waar. Maar ik weet van niks. Ja. Ik weet werkelijk van niks. Komen jullie erbij? En 2 uur voor de uitzending op Instagram bij Enzo en Myron. Wij krijgen een baby. Ja, ja. Dat, laten we eerlijk zijn, het was wel pijn. Nou ja. Ik vond achteraf dat je denkt, deze mensen hebben dus in een crisisberaad gezeten. Ja. Hoe gaan we dit godverdomme doen? Blijven we dan ontkennen? Laten we gewoon maar voor de uitzending roepen. Ja. Dat is misschien lullig. Lieve mensen, de afgelopen tijd heb ik bewust een geheim voor jullie bewaard. En ik kan het nog steeds niet geloven, maar het is echt waar. En in deze video wordt alles duidelijk. Nee, 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 nee.
ben aan het filmen. Dan weet ik niet wat eruit komt. Hier word ik binnen 1 tot 5 minuten. Jezus, wat? Zo lang wachten. Oké, tot dit gaat knipperen. Kijk. Ja, ik ben het al zat. Nou? Weet je wat we net zagen? Ja, dat ze hebben dat ding. Die bak pis van Maiden. Ja. Dat vind ik raar. Waar moeten we dat zien? Ja, dat hoort en bij en ten tweede, waarom kan je... Ja, misschien ben ik wel een beetje ouderwets hoor. Maar waarom is er niet één geluksmoment bij die kutvloggers gewoon voor hun privé? Ja, er zijn ook dingen die je niet moet vercommercialiseren. Ja, dat vind ik... Nou, dat is best mooi gezegd. Ja, dat is heel erg mooi. Dankjewel. Ja, jij maakt jouw avontuurtjes in Groningen niet commercieel. Nee. Nee, dit gaat geld kosten. Ja! Klootzak. Ja. Ja, goed. Dit commerciële stukje gaat nog even door. Dit is niet ik durf niet. Je voelt de spanning, toch? Nou, ik voel voornamelijk irritatie. Ja, ze durft niet. Hoe oud zijn deze mensen nou, joh? 30 en 25. 30 en 25. Ik durf niet. Je hebt net in een bakje lopen muieren. Dan heb je die stik ingeflikkerd om te kijken of je zwanger bent. En dan durf je niet te kijken wat de uitslag is. Als je niet een uitslag wil weten, moet je ook geen test doen. Wat is dat voor stom gelul dit? Nou, huilt hij al, die zeikert. Ja, kijk, schatje. Ik zei het. Wow. Ik zei het. Oh my god, schatje. En lekker filmen. Hij heeft je cameraatje gewoon neergezet. Ja. Ja. Oei, ik had het gewoon niet verwacht. Ik had het niet verwacht. Je hebt je lul er toch ingestoken, vent? Ja. Ja. Maar dit is toch raar? Ik had het niet verwacht. Dus, kijk. Vent is 30 jaar oud. Je hebt onveilige seks met een konijn. Onveilige seks. Je blafte de elke avond 2 keer vol om een kindje te krijgen. En hij had niet verwacht dat ze zwanger werd. Ja, sorry hoor. Ja, maar ik kan er niet meer tegen, Dennis. Nee? Maar vind je het ergens ook geen mooi moment zo? Die stupiditeit druipt hier overheen. Ik kan er niet naar kijken. Ik kan er ook niet emotioneel voor. Ja, emotioneel boos. Ja. Maar niet emotioneel, ja. Oh, mooi. En dit is verschrikkelijk. Ik had het niet verwacht. Nee. Hoezo had je niet verwacht, vriend? Je hebt precies gedaan wat je moet doen om dit te krijgen. Dit is het netto resultaat van dat je Maiden dat ligt aan te douwen. Het is al bezopen als je 30 bent. Kijk, als jij dat nou niet helemaal had verwacht, prima. Ja, nee, maar omdat je natuurlijk ook die speciale onderwijs hebt gezeten en dingetjes. Oh. Ik denk dat jullie bij het hoofdstuk biologie nooit aan... Je hebt op je 17 heb jij een fetusstrikdiploma gehaald, is niet? Op je 18e, dames en heren, toen kreeg jij een slagroomtaart. Want toen had Dennis voor het eerst zijn eigen bil afgeveegd. Ja, flikker dat rond, man. Hallo. Mama, papa, we zitten hier te chillen met z'n drietjes. Met z'n drietjes, yeah. Ja. Ik weet niet hoe lang Maren zwanger is. Ja. Maar ik zag net aan haar buik, ja, in dat filmpje, ja, dat het niet zo heel lang is. Nee. Maar ik ben mama en wij zijn papa en we zijn met z'n drieën. Ik vind het een beetje te vroeg, dat soort grappies. Mm. Want het, dat noemen wij in het Holland overbeteren. Het overbetert nogal vaak als je bij de eerste keer. Dus dat je je vruchtje kwijtraakt. Ah, wat is dit nou weer? Nou ja, dat is gewoon de praktijk van zwangerschap. Ja. Ze zijn iets aan het vieren wat nog elk moment voorbij kan zijn. Ja, dus hun zitten. Jij zegt, een miskraam hangt altijd op de hoek. Ja, ja, dat is toch, ja. Dat is toch geen tekst, man? Nou ja, ja. Ja, ja. Mijn ouders hadden voor mij over zoek een miskraam. Ja, was een meisje, zo Denise heette. Echt? Echt. En wat is precies het verschil tussen jou en Denise? Ja. En dan gaan we naar... We gaan naar Maxime Eiland. Ach. Ja, ja, ja. Ja, ja. Maxime staat er niet zo goed op deze week. Nee, Maxime staat er gewoon niet zo goed op deze week. Nee. Nee, Maxime Eiland is bekend als de dochter van de Meilands. Maar vooral, ja, bekend van haar verhaal dat ze... verkracht is. Ja, dat is haar unique selling point. Ja. En die gooit ze er af en toe in. Ja, dat is haar stokpaardje. Ja. En dat stokpaardje kwam als eerst bovendrijven toen Jan Dijkgraven een boek over haar schreef. Zeker. Een vriend van jou. Jan had gefactcheckt. Was gewoon haar visie, zeg maar. Was haar visie. Ja, dat denk ik ook.
Nou, was haar visie. En daarop schreef ze op, dat ze op gruwelijke wijze op haar 15e was verkracht. En het had haar hele leven veranderd. Ja. En daarom speelde ze op een gegeven moment ook in allemaal van die naaktfilmpjes. Omdat die meid zo in de war was geraakt van die verkrachting. Dat ze op een gegeven moment dacht, nou ja, dan kan ik net zo goed voor een webcam met mijn poesje spelen. Ja. Ja, maar het werd echt Maxime's verhaal. En iedereen had medelijden met Maxime. Want Maxime is van zichzelf niet heel erg sympathiek, vinden veel mensen. Een beetje aanstellerig, verwende vrouw. Maar met zo'n verhaal doe je het vaak goed. Ja hoor, dat helpt altijd. Dan kom je een beetje in de ach, die zielige meid fase. Ja, dat zal daar wel mee te maken hebben. Ja, dan kan je eigenlijk alles daarop afschrijven. Lijkt me heerlijk. Nou, ik kreeg vooral nadere reacties van mensen die zeiden, dit verhaal is gewoon uit de duim gezogen. En ze doet het voor het geld. En welk verhaal doelen ze dan voornamelijk op? Nou, het misbruik. En dat... Ja, ik... Robert Rodenburg, die zet bij mij knopjes om. Ja. Mijn maag ook. Mijn maag draait zich om. Want het liefst zou ik nu gras willen eten. Dat je dan een hap gras neemt. Dan... Dat je dan even je maag inhoudt. Waarom gaat die man tot zijn oksels in het zwembad staan? Met zijn armen over de rand samen met diegene die hij interviewt. En dan gaan ze... En waarom staan die krekels zo hard? En dan gaan ze... Of misschien hebben ze een hele goede sound engineer. Dat zou kunnen. Dat die zei van, ik ga er een mooi krekeltje in zetten. Ja, misschien hebben zij dat wel. Ja, zij... Maar dan gaan ze het hebben over een verkrachting. Dat is toch geen setting, dit? Met zo'n opblaasbal en twee stoeltjes helemaal netjes ingezet met de reclame van een biermerk. Dat is toch raar? Je gaat dan niet zo... Nou, meid, vertel eens even over je verkrachting. Ja, oh jeetje, oh ma, oh wat leuk, oh wat erg, oh wat vreselijk. Dit is toch een rare setting? Hoe hou je het in je hoofd om te denken dat je zoiets heftigs gaat verzinnen voor een paar rode centen? De verkrachting die jij beschrijft is iets ontzettend heftigs. Ja, maar... ik kreeg op een gegeven moment zelfs een brief van hem thuis. Van de man in kwestie? Ja, de man in kwestie die had een brief geschreven en die had die naar het pensioen gebracht en naar mijn ouders thuis. En toen werd ik ook wel heel angstig, omdat ik dacht van ja, je weet dus ook waar ik woon. Nou ja, tuurlijk, maar dan voel je opeens die bedreiging. En toen had ik wel echt een paar weken dat ik overstuur was, ja. En dat bijvoorbeeld dat ik dan Leroy dat vertelde en dat hij zei van ja, maar hij wil dat je bang wordt. En dan hoor ik hem dat steeds zeggen, dan denk ik ja, ik kan dit gevoel ook niet uitschakelen. Hoe lang doe dit? Zou de angst. Is dit de film? Hij heeft niet alleen de mij gedaan, maar de verkrachting. Gewoon een man die niet, de movie. Die tot alles staat. Heftig. Heftig. Ja. Ja. Heftig. 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 Zwemmen. En een slokje. En een slokje. Een krokeeltje en een duit. Ja, heerlijk. Oh. Ik zal even gaan zwemmen. Ja. Ja, oké, dan moet je nagaan. Hè. Dus dan zeggen ze, oké, we gaan even de verkrachting bespreken in het zwembad. Staan die Peroni-stoelen achter ons goed? Dat we het merk zien? Ja, mooi. Oké, dan als we klaar zijn met die verkrachting, dan zeg ik tegen jou, we gaan even zwemmen en wat drinken. Heftig. Een pilsje. En dan doe je, heftig. Want deze week kwam een groot interview met deze man. Oh! Ja. En Maxime Meiland, die vertelt inderdaad, op haar 15e is zij op gruwelijke wijze verkracht door een ex-baaisklad. Kijk, we gaan niet grappig doen over verkrachting. Dat is het allerergste wat er is. Ja. Maar daarom vind ik ook niet dat je dingen moet gaan verzinnen. Maar misschien is... Omdat het allerergste wat er is. Het verzinnen van een verkrachting is misschien bijna net zo erg. Nou ja, dat wil ik niet zeggen, want dan betekent gewoon dat je gek bent. Alleen, het is nogal een klap in het gezicht van de echte slachtoffers van verkrachting. Ja, en een klap in het gezicht van degene wie je beticht van een verkrachting. Ja. Ja, deze man is groot geïnterviewd deze week. En, groot geïnterviewd. De story omschrijft hem, een journalistiek blad, als beschaafd en intelligent. Ja. Hij bevestigt met Maxime te hebben gedaan, maar wel met wederzijdse goedvinding. Oh. Hij zegt, de man vertelt dat Maxime en hij allebei 15 waren toen ze elkaar ontmoetten in Noordwijk. Noordwijk. Niet veel later belanden ze in de bosjes. Ach jezus, waar ze gevallen met een fiets of zo? Nee. Hoe kom je nou belandje naar in de bosjes? Ik vind het misschien een beetje raar om in een verkrachtingszaak dit nu op te werpen. Maar ik vind dat buiten seks vind ik helemaal niks. Nee, in helemaal de bosjes, dat prikt. Oh, en dan heb je een brandnetels in je reet. Ja. Nou, ik kan het nu wel vertellen, want ik ben nog gescheiden van die vrouw, maar ik zeg niet wie het is. Maar, hoeveel huwelijk heb jij gehad? Eentje. Maar, en die zei op een gegeven moment, ja, ik vind het ook leuk als we een beetje, hè, een beetje met buiten experimenteren. Ja. Ik vond dat geen goed idee. Nee. Maar ja, op een dag denk ik toch, moet toch ook met die vrouw wat doen. Want toch een beetje to spice up the things. Ja. En toen gingen we dan in de duinen, zouden we even een wippie maken. Hm.
Dus ik lig daar in dat duinpannetje. Ik vind het gewoon ongemakkelijk. Ja. Overal zand. Ja. Het helpt natuurlijk voor gemeten. Nee. Maar goed, ik denk, ik ga toch die meid een keer blij maken. Dus ik trek mijn zwembroek tot mijn enkels. Ik ga er bovenop liggen. Slappe jongen. Ik heb hem. Daar heb jij last van, hè? Ja. Ik mook er zo mijn nachtkastje door het midden met dat ding. Ja, nou, is bij wel eens overkoop, ja. Ja, ik vaak dan ook bij een eerste afspraak. Ik vind het juist irritant dat, het ding, dat je denkt van, joh, blijf eens even rustig. Oh, nee. Ik heb helemaal nergens last van. Nee, ik kan echt een looie kogel met dat ding kan ik door de lucht heen rammen. Nee, als ik het spannend vind, dan poeh. Nee, maar ik vind het gewoon. Nou, jij lag in de duin met de moeder van je kinderen. Nee, ik zeg niet wie het is. Nee, maar goed. Bij de derde slag, ja, hoor ik. Dus ik draai me om, zit ik toch. Ja, verschrikkelijk. Boswachter. Boswachter. En die stonden ze echt in zijn groene pakjes aan te kijken naar mijn witte billen op die vrouw. En die zegt: je mag helemaal hier niet zijn. Nee. Ik zei, ja, nee, ik zei dat al. Dat... Ja. Ik zei dat, ja, dus, maar dat is toch gênant, want hij blijft er ook bij staan. Ja. Er komt een moment dat je toch terugtrekt. Je moet toch van die vrouw afstappen. Ja. Dus dat was zo gênant. En wat denk je? Hm? Print. Print? Print. Bekeuring. Ja. En lieve kinderen. 100 gulden moet je betalen. Toen zei je die verwekt. Nee. Oh, nee? Nee. Ze waren toen al. Nee, ik weet het niet eens meer. Maar we waren in de bosjes. Maxime was, en hij zegt dus, ze belanden in de bosjes met elkaar. Ja. Maxime was duidelijk meer ervaren op seksueel gebied. Oh. Had meer meegemaakt. Ik had voor Maxime nog maar 1 keer seks gehad. Maxime nam het initiatief en begon bij mij dingen te doen. Als je begrijpt wat ik bedoel. Nee, ik begrijp niet wat je bedoelt. Wat? Het was nog zijn ontdekkingsfase, vertelt de meneer. Ah. Ik was nog een groentje. Maxime duidelijk niet. Nee. We gingen in elkaar op en hadden seks. Wow, maar de jongens, ze waren met vrienden, zaten 20 meter verderop nog bij het bankje te chillen en begonnen ons op een bepaald moment te zoeken. Toen ze ons vonden en dichtbij kwamen, zat Maxime bovenop mij. Dat zegt volgens de man genoeg. In haar boek zegt ze niet dat die jongens ons betrapten. En met eigen ogen zagen dat het seks uit vrije wil was. Ze zat bovenop mij. Dat was geen verkrachtingssituatie. Wij zijn daarna ook gewoon doorgegaan. En naderhand ben ik naar huis gegaan. Later is hij nog op haar verjaardag geweest, vertelt hij. Oh. Ik kon het eerst niet vinden. Wat blijkt nou? Ze lag in bed met een andere gozer. Godverdikke. Ik heb haar ook de hele avond bijna niet gezien. Die verjaardag liep compleet uit de hand en werd van alles gestolen. Oh. En later zegt hij ook. Toen dit verhaal kwam in het boek, heb ik een brief gestuurd naar Maxime. Omdat ik het niet prettig vond, maar ik kreeg er niks op terug. En dat zegt zij ook in die video net. Ja. Yeah. Goed, ik wil wel wat zeggen over dit soort vrouwen. Ach, Jezus Christus. Ga je het doen? Nou, ik heb me hier echt gisteren over opgehoord. Dit soort vrouwen... Sorry. Ja, jij vindt dat niks. Maar ik vind... Dit soort vrouwen zorgen ervoor dat je als man... nooit meer een keer een armpje met een vrouw naar bed kunt gaan. Want achteraf kreeg je dit gezeik. Nou, en omdat mevrouw Maxime, dat wist hij natuurlijk niet... toen zij een dom 15-jarig kind was, later bekend is... zit hij met de gebakken paling. Want iedereen denkt, hij is een of andere... Gebakken paling? Ja, nou ja, goed. Zo peren? Ja, nou ja, gebakken peren, ja. Maar hoezo kom je dan met gebakken paling? Ja, dat weet ik niet. Crisis in Vondel. Maar zit hij dus nu met de gebakken peren? Dat zij dan zomaar iets verzint om er een slaatje uit te slaan... om dan maar een beetje likability te krijgen. En ik vind het ook wel kwalijk dat die Jan Dijkgraaf, die vriend van jou... dat zomaar opschrijft. Want het is nogal wat. Voor zo'n vent die zelfs een brief naar heeft gestuurd... en dan krijg je een brief, hè, Maxime. Dan krijg je een brief. En dan zeg je na de tijd in zo'n interview, in zo'n gesponsord interview... waar zij nog eens goed geld voor kreeg... en al goed geld heeft gekregen voor dat boek... die Jan Dijkgraaf ook veel geld mee heeft gekregen... en dat niet even hebben kunnen checken. Want lag er misschien wel een aangifte tegen hem? Nee, die lag er niet. En dan stuur je een brief en zegt hij... Nou, ik dacht dat hij me toen wou vermoorden. Nee, hij wou dat het verhaal niet zo eruit kwam, dat het eerlijk was. Dit soort vrouwen, dat is schaamteloos. En dat is verschrikkelijk, dit soort vrouwen. En ik wilde hierbij ook, en ik vind als SBS... eerlijk is, dan doen ze haar niet meer in die serie. Want ze heeft toch niks te melden in die serie. Vervelend meisje die alles aan haar vrouw... Oh, wat ze is zo sneu, want ze heeft kinderen en die vader is er niet... of die is dood van dat jongste kind. Nou, als zij zo tegen die vader deed, dan begrijp ik dat overigens wel... maar zo'n vrouw, jongen, haal die van de zender af. Doe dat met de rest van de familie. Verschrikkelijk vind ik dit. Ik heb het gevoel dat je dit verschrikkelijk vindt. Ja.
Nee, dat vind ik echt. Waar vind jij dat niet wat van? Ah, maar Dennis, joh. Je begint je verhaal van... Ja, door dit soort vrouwen ga je niet meer, doe je niet meer aan one night stand. Nee, wat je voor Dennis, je neukt elke dag een ander. Dus je doet het toch prima aan. Ja, maar dan appen ze mij eerst van... Ik vind het goed om seks met jou te hebben. Jij vraagt het consent. Ik vraag het op de WhatsApp. Echt? Ja. Kun je, echt? Ja. Vind ik jij nou weer een beetje overdreven? Nee, dat vind nee, ik niet. Jij bent zo boos op vrouwen. Iemand onterecht heeft beticht. Allemaal met je moeder te maken. Nee, allemaal joh. Te lezen in het boek Dennis. Ja, ja, daar staan wel waarheden in. Ja. Kom binnenkort. Nee, maar iemand Dennis, onterecht een zoon van een stinkwijf. Is dat niet wat? Dennis, iemand onterecht betichten van een verkrachting is misschien nog wel erger dan verkracht worden. Ja, en dat klinkt raar. Hoe kun je dat nou zeggen? Nou ja, omdat je dan in ieder geval nog iemand voor iets beticht wat je hebt meegemaakt. En nu beticht je iemand voor iets wat hij helemaal niet heeft meegemaakt. Oh. Ja, nee, ik vind het... Dat is toch een lul. Ja, dan gaan we naar Mark van der Linden. Ah, onze vriend, kunnen Mark we zeggen. Mark van der Linden, vorige week in de extra, want het regende toen scoopjes, dat Mark toch iets minder relevant geworden de laatste tijd. Oh, ja. In de extra belanden, want Mark was heel boos in het ziekenhuis in Arnhem geworden. Omdat hij was weggestuurd. Hij wou een tweede maagverkleining. Ja. En hij liep daar te schreeuwen. Dat zal hem moest gebeuren. Maar ze zei, nee meneer, u eet te veel. De boel rekt daar weer op. Ja. Klaar mee. Ja. Nou, en dat stond ook op onze website, roddelpraat.nl. En toen heeft Mark van der Linden op zowel zijn eigen Facebook... als die van Royalty, waar die ontslag is. Ja, waar hij ook uit de flikker is. Heeft hij erbij gezet, wat een onzin weer. Geen tweede, want ik heb nooit een eerste maagverkleining gehad. Nee. Nee, ja, nou, dat kan, dat je dat zegt. Maar het wordt pijnlijk als Rick Evers, een royal collega van Mark van der Linden... Ja, een voormalige collega, want... Mark heeft geen werk meer. Nee, want Rick is niet ontslagen en Mark wel. En die plaatst... Hallo Mark, je zit nog per ongeluk nog steeds op de Facebookpagina... van je oude werkgever te posten. Ja. En niet liegen, je hebt me zelf verteld toen je in Arnhem werd geopereerd. Hoppatee. Ja. Dat heet een klap voor de bek. Dat is heel gek. En deze maand wordt hij ook daadwerkelijk... want er zijn mensen die komen nu vanuit Brazilië naar Nederland... omdat hij deze maand komende rechtszaken tegen de mannen... die hij heeft afgeperst. Ja, ja, ja. In seksueel gebied. Ja, want dat hebben wij toen gebracht. Dus door niemand overgenomen. Maar nee, maar deze maand komt hij voor de rechtbank... omdat hij op Grindr met mannen afsprak. En toen wist hij zijn illegale land. En toen pestte hij ze af dat hij naar de IND zou staan. Ja. Als zij niet gratis seks met hem leven. Nee, nee, hij zou ze aangeven zodat ze het land uit werden geflikkerd. Ja. Dennis Schout, ik wil even wat met jou overleggen, Mark. Wie bent u? Dennis Schouten, ik wil graag wat overleggen met jou, Mark. Wie is Dennis Schouten? Nou, Dennis Schout is degene die een stuk had geschreven over jou, over de tweede maagverkleining waar je kwaad over bent, las ik. Uiteraard, ja, want ik heb geen geld, ik heb nooit een maagverkleining gehad. Ik heb helemaal geen zin om met jou te praten. Nou, ik wou het graag met jou oplossen, Mark. Wat dan? Nou, kun je me dan uitleggen hoe het wel zit? Want wij hebben dat toegestuurd gekregen en een royalty-collega van jou die heeft nu ook geplaatst van ja, dat is wel waar. Wie is dat dan? Die andere royalty-verslaggever. Nou, dat heb ik hier staan. Dat is Rick Evers. Oké. Okay. Ja. Maar Rick Evers, die deugt van recente mee. Die deugt niet? Nee. Oké. Okay. Want ook mijn collega Jan Roos had daar ook onderzoek naar gedaan. En die wordt in de media altijd wel eens betrouwbaar weggezet. Jan Roos is nog nooit betrouwbaar geweest. Die is niet te geloven? Nee. Jullie hebben onder andere een interview geplaatst met iemand die beweert om mij verkracht te zijn. Ja. Ja, daar loopt een proces over van mannen die jij dan via Grindr had afgeperst. Die waren dan illegaal in Nederland. Ik heb nog nooit iemand in mijn hele leven afgeperst. Oké, okay, dus er is in december geen rechtszaak tegen jou van buitenlandse mannen. Bijvoorbeeld van een zekere Klaus. Zeg jou niks. Nee. Dus niet waar. Dus... Ik heb ook geen rechtszaak van dezelfde op de rol moeten staan. Oké. Okay. En je bent ook nooit door de politie een keer opgepakt? Een jaar terug? Nee, normaal, ik ben jou geen enkele verklaring. Nee, nee, nee. Maar jij zegt dat dingen niet waar zijn. Dus dan probeer ik de waarheid, zeg maar. Ik wil niet die fouten nee, maken. Nee, maar je hebt geen recht op de waarheid. Want dan had je eerder je best moeten doen. Oké. Okay. Dus we doen dan dingen fout. En dan zeg je dat klopt niet. En dan kom ik met iets terug. En als dat dan wel in de buurt komt van de waarheid, dan mag ik... Nee, ze hebben helemaal geen rechtszaak. Dus... Maar het klopt niet dat er met een zekere Klaus iets speelt. Uit Brazilië. Ik ken een Klaus, maar dat is al veel meer dan ik jou ga vertellen. Want ik heb gehoord vertellen. Nou, ik heb geen maagverkleining nodig. Mijn BMI is prima. Oké.
En misschien in de ogen van Jan niet. Maar Jan moet eens een keer zelf in de spiegel bekijken. Ik kan jou dingen over Jan vertellen die echt zo schandalig zijn. Die van meisjes gehoord hebben, waarvoor hij speciaal voor naar Tilburg was gereden. In de hoop dat hij daar daarna een wipje mocht maken. Oké. Okay. En heeft hij dat dan ook net zoals jou, wou hij daar toen daar ook een seksfilm van maken? Ik heb nog nooit een seksfilm gemaakt, in mijn hele leven. Oké, okay, maar toen wij die uitzending hadden met beelden, zeg maar, van jou, met van die jonge jongens, met, ja, waarmee ze hun gezicht bedekten, in jouw appartement toen met dat bankstel waarin jij aanwijzingen gaf, dat was jij niet. Ik heb geen aanwijzingen, hè. Nogmaals, jullie hebben mijn stem gemonteerd uit een ander beeldje. En als een en al... Ik weet wie het aan jullie geleverd heeft. Die jongen heeft dat ook bekend. Die heeft daar 2000 euro van jullie vastgekregen. Ah, Mark. Nee, dat wil ik wel ingrijpen. Kijk, ik wil best dingen aannemen, maar ik heb nog nooit geld betaald voor een nieuwtje. En dit is niet waar. We hebben geen stem gevonden. We hebben dat filmpje zo gekregen en jij zat op die bank en jij gaf aanwijzingen. Het is wel mijn appartement en... Degene die daar logeerde, dat weekend, die hebben ook toegegeven dat ze dat filmpje gemaakt hebben. Ik heb nog nooit een leugen verteld. Nou, toen die foto met Queen Elizabeth was ongelukkig, die Photoshop. Die foto was absoluut geen Photoshop. Nee, oké. Nee. Maar iedereen zag dat een Photoshop was. Dat zou best kunnen. Het was een ongelukkige foto, ben ik met je eens. Maar dat kwam gewoon door de hoek waar die genomen was. Er was in een eagle, een fisheye-hoek genomen. Ja. Maar ik heb 20 getuigen van mensen die daarbij waren. Nee, precies. Ja. Maar eentje daarvan is overleden, heb ik begrepen. Nee, niet één. Jawel. Elizabeth. Elizabeth. Ja, ja, ja. Maar ja, die was er niet bij, dus ja. Maar goed. Die was er wel bij. Oh, oké. Okay. Maar op een gegeven moment zagen we je ook op Grindr als Harry Daddy Top for Fun. Was jij dat wel? Daar hoef je geen antwoord op te geven en... Ik kan me niet herinneren dat ik die naam ooit gebruikt heb. Nee, want die naam werd daarna al snel Bertop. Ik kan me niet herinneren dat ik die naam ooit gebruikt heb. Want welke naam gebruik je nu dan? Ik gebruik geen naam, want ik ben niet aan het eten. Ik heb verkering. Oh, oh. En mogen wij weten met wie jij verkering hebt? Dat mag je best weten, maar ik weet niet of hij dat wil. Dat moet ik eerst aan hem overvragen. Oké. Okay. Ik ben je weer veel te veel informatie aan geven. Er zijn veel kijkers en lezers van ons programma... die zijn zwaar fan van jou, dus het is wel interessant. Ja, precies. En dat is het grootste probleem. Dat er nog steeds veel... Overal op Facebook. En Facebook is al aangeschreven. Jullie zijn al van YouTube afgehaald. Nou, we zitten nog steeds op YouTube. Jullie hebben geen verdienmodel meer. Nou ja, wij hebben hele lieve donateurs... die houden ons in de lucht... We zijn, we hebben wel een overeenkomst met jou. Wij zijn ook werkloos. Maar we hebben nog wel wat donateurs. Maar Mark, hoe gaat het eigenlijk met jou? Want er zijn wel mensen die maken zich een beetje zorgen om jou. Dat is heel lief van ze. Maar laat die mensen me gewoon even bellen. Dan krijg ik het van jou te horen. Ja. Nou, komt ie. Hoe is het ermee? Hè? Hoe is het ermee? Hè? Hoe is het ermee? Hey, laat die mensen me gewoon even bellen. Ja, maar naast mij zit op dit moment Jan Roos. En die maakt zich zorgen. En die vraagt hoe is het? Hoe het met jou is. Mark, Jan Roos zit naast mij. En die vraagt aan jou hoe het met jou gaat. Is Jan Roos heel dood, doen of niet? Hoe is het ermee? Met mij gaat het hartstikke goed. Fijn om te horen. En wel één ding van me weten is dat mijn herseninfarct mede door jullie veroorzaakt is. Oh, dan komt dat door ons? Ja, door jullie, ja. Ook neuroloog heeft dat vastgesteld. Want daar stond onze naam op. Nee, ik heb verteld dat hij zei, had je veel stress? Ik zeg ja, onder andere daardoor. En hij heeft dat benoemd in zijn eindoordeel. Ik moet zeggen, in haar eindoordeel heeft ze dat benoemd. Als zij als een van de factoren die geleid hebben tot een herseninfarct. Nou, dat ik vind het al heel wat. Ik kan me niet voorstellen dat Rick leugenachtige verhalen vertelt. Maar het is toch niet te geloven, want
We krijgen vaak te horen dat we helemaal nooit iets voor elkaar krijgen. Maar nou hebben we een herseninfarct teweeg gebracht. Die hebben wel veel meer teweeg gebracht. Wat dan nog? Ik ken mensen die op punt hebben gestaan van zelfmoord. Wie? Ik ga je geen namen geven. Dan ga je daar weer een stuk van maken. Nee, dat zeker niet. Maar wie wilde zelfmoord plegen dan? Dat ga ik jou niet vertellen. Maar vanwege een artikel van ons? Ja. Jullie maken mensen kapot, dat weet je ook, hè? Ja, nou, ik vind het heel heftig om te horen. Maar het is wel waar. En jij zult jezelf op een dag moeten verantwoorden. En als ieder ander mens. Aan God. En ik hoop. En dan hoop ik echt dat degene die erover beslist, jou goedgezind is. Maar hebben we het dan over de lieve Heer? Bijvoorbeeld, ja. Ah. Nou, ik denk, mocht ik naar de hel komen, dan reserveer ik een stoeltje naast me vast voor je, Mark. Nee, ik kom niet in de hel, zeker niet. Nou, kom op, zeg. Absoluut niet. Ik heb te veel naar goede dingen gedaan in mijn leven. Nou, doe eens één ding dan. Genoeg. Ik heb twee kinderen geadopteerd die HIV hebben. Oh. Hoe oud waren die? 19 en 21? Nee hoor, die waren 12 en 11. Oh. En jouw Roos deugt echt voor geen centimeter. Ik weet nog dat jouw Roos, daar zat ik bij Eva Jinek. Toen wist hij niet eens waar Oekraïne lag. Ik hoop dat hij te wild wel is. Maar Mark, je praat met Jan Roos. Je sprak net met Jan Roos. Je zei dat je Dennis Schout. Ja, dat klopt, maar Jan Roos zit naast mij. Ja, dat zal best, maar hij wist toen niet eens waar Oekraïne lag. Oh, oké, okay. Nou, hier heb je Jan. Jan, zeg even hallo. Ik hoef Jan helemaal niet te spreken. Ik weet waar wel Oekraïne ligt. Oh, wat is dit? Die is gek. Wat was dit voor gesprek? Dat zei hij net zelf. Hé, wacht. Wat is dit? Ik krijg live een bloedneus. Och. Je wat? Oh. What the fuck? Ja, kun je wel weglopen? Kun je ook even helpen? Kan dat nou? Mark van boven, je bent verantwoordelijk afleggen. Zo, dat was dan al direct de vraag van boven, hè? Godverdomme nou, zeg niet, Mark. En Mark zei het net, hè? Ja, de toren van God toch over mij zo nederdalen. En we zijn er net 3,5 uur uit geweest. Ik denk dat ik een liter of 5 bloed ben verloren. Ja, en denk je dat Mark dan contact heeft met boven? Die heeft een lijntje met de Heer Jezus. Ja. En met zijn vader God. Ja. Wat mij wel opvalt, is dat het natuurlijk een beetje raar is dat Harry Daddy Top for Fun contact heeft met een lieve Heer. Maar goed, die is ook in de Heren. Ja. En dan is het mooiste moment van de uitzending daar. We hebben genoten. Er is tot ons iets gekomen. En kerst, wij zijn helemaal niet echt kerst. Of ben jij echt kerst? Nou, ik ben niet zo heel erg kerst. Maar deze week kwam ons kerstgevoel toch omhoog toen... Klopt. Mijn grootste voorbeeld opstond. En een prachtige kerstgroet bracht. Je kan heel veel zeggen over deze kerstgroet. Maar dit was een prachtige kerstgroet. Ja, mooi wordt het niet. Hier komt hij. Good old legend. Kees van der Staaij. Lieve allemaal... Ik ben Marlies van der Staaij. Naast mij staat mijn echtgenoot Kees. En rechts van mij staat onze lieve dochter Camilla. Wij hopen... Ja, en Camilla kennen wij. Daar hebben we veel berichtjes over meegekregen. Ja. Kijk, Kees van der Staaij is een topgozer. Zijn vrouw is best een aardige vrouw. Ja. Camilla die doet alsof ze een soort heilige maagd Maria is. Ze staat hier ook een beetje bij. Ze van, ik geloof ook in al die sprookjes die mijn vader de hele dag bij vertelt. Maar Camilla is gewoon een snol. Ja, dat zei jij. Ja, nou ja, nee, dat zei jij. Nee. Jij zegt het nu. Nee, ja. Maar nou, jij zei, Camilla, die lust er wel een of twee. Ja, die berichten die kreeg. Ja, Camilla, die lust hem graag. Ja. En waarom niet? Kijk, de moeder die speelt af en toe met de dwarsfluit. Ja. En Camilla, die zit af en toe wel eens op het dwarsfluit. Ja. Maar dat is wel prima. Maar dat gaat niet over, het is kerst. Camilla, maar denk je wat Kees, als Kees dit nu ziet, wat Kees dan denkt? Dan wordt Kees verdrietig. Ja. Kees denkt, ik heb een heel mooi lief SGP-meisje heb ik opgevoed. Maar Camilla, die zuigt een watermeloen door een tuinslang. Ja, Camilla die hoeft niet onder de douche te staan om nat te worden. Nee hoor. Oh, Camilla. Ja. Een geile naam ook trouwens. Hè? Ja, dat vond ik wel. Ja. Zou Kees dat zo hebben bedacht van geile naam? Nee, denk ik niet. Komt al de samen, you
Zo, wat een bal, zeg. Lieve allemaal, welkom bij een jaarlijks tafereel voor ons. Zo doen we dat hier altijd in de studio. Naast mij zit Jan Roos en die vertolkt straks het nummer Oordenneboom. Zeker. Achter de camera zit OJ op trommel. En zelf speel ik met de tamboerijn. En wij doen dit zodat iedereen een zalige kerst mag hebben. Dat is toch een kaarsgraaf. O dennenboom, wat zijn uw takken wonderschoon. Ik heb vandaag in het bos zien staan, toen zaten er geen lichtjes aan. O dennenboom, o dennenboom, wat zijn uw daken wonderschoon. Ja, en dan is het tijd voor hetgeen waar we even naar moeten luisteren. Zekers. Een extra kerstgoed in het... Reclameblokje. Ja, en dat is dat wij speciale kerstpakketten nu hebben in Zeker. De shop. Hè, wilt u nou een vriend of vriendin onder de boom een prachtig rolpraat kerstgeschenk, zo'n kerstrolpraat kerstdoen op roddelpraat.shop staan. Ook kersttruien, maar we hebben de speciale kerstgeschenken. Kerstgeschenken. Kunt u aan uw personeel geven, collega's en vrienden. Prachtig. Is het niet een beetje te laat? Nee, wat dan? Het is nog geen kerst. Oh, oké. Okay. Ja. Dus zie dat op roddelpraat.shop. En dan ook natuurlijk de roddelpraat.bankmethode, zodat we hier kunnen blijven zitten. Jan. Zeker, kijk, luister. Wij moeten dit doen. Of zoals onze vriend Mark van der Linden zei. Ja, jullie verdienen helemaal niks meer. Nee. Jullie verdienmodel is kapot. Jullie zitten ook niet meer op YouTube. Nou, nu zitten we wel op YouTube. Ja. Alleen ons verdienmodel is hier wel inderdaad kapot. Ja. Maar wij kunnen blijven staan vanwege jullie. Jullie lieve, prachtige donateurs. Roddelpraat.backme.org. 5 eurotjes per maand. Kunnen wij dit maken? Kunnen wij ons voeden? En bij mij gaat het beter dan met Dennis. Maar goed, waar het om gaat is als volgt. Doen we iets terug? Tuurlijk. Een kleine geste van hetgeen wat we overhouden hier in de uitzending, omdat het meestal te grof is of echt niet kan of onze kop op YouTube kost, doen we in een balletje en die pleuren we zo op donderdag om 6 uur in je doosje. Want een kleine geste van onze kant, dat moet toch wel kunnen met kerst? Ja, geniet u nou van dit programma, dan moet dat toch 5 euro in de maand waard zijn. Roddelpraat met Bankmethode kunnen wij door, ook volgend jaar. En dan gaan we naar Jan en Zonne-energie. Ja, Jan en Donnes Zonne-energie.nl. Kijk, de zonnepanelen business, dat gaat een beetje stroef op het moment. Waarom? Omdat het verschrikkelijk weer is. En dan denken mensen, ja godverdikke, waarom zou ik nou zonnepanelen aanleggen? Ah, nou dat is één. Eén. Ook in de winter wordt er gewoon energie opgewekt. Dat scheelt in de kosten van jouw energierekening. Twee, dat is het volgende. Als je ze nu aanlegt, liggen ze dan vast voor de zomer. Wanneer je echt lekker aan de bak kan gaan. Ook weer waar, toch Dennis, of niet? Jan en Dennis, zonenergie.nl. En we zijn snel, en we zijn goed, en we zijn rapido, en we zijn heel aardig. Ja, en dan hebben we ook een airco, en dan kunt u mee verwarmen in de winter. Ook, dat is en ook dan lekker. Gaan we naar een oude vriend, Balsy. Ah. En dan begin ik bovenaan. Ja. Tijd om jouw vrouw blij te maken. Altijd goed. Met een filmpje van een jonge dame uit Groningen. Met Balsy haal je het beste gereedschap voor je persoonlijke verzorging in huis. Want elke vrouw, ook meisjes in Groningen, wordt blij van een vent die ze goed verzorgt. Ook meisjes in Groningen. Ja. Bijvoorbeeld met de Bush Booster 3.0 Body Trimmer. En daarmee trimmer je jouw body en balls makkelijk en relaxed. En alles is mogelijk. Kort, kaal, spiegelglad. Eigenlijk elke koep die Rogier ook gehad heeft. Ja, die is dus niet Rogier. Nee. Wel leuk gedaan voor Balsy. Ja. Geef weer toe. Rogier maar die coleren lijn heeft afgezegd. Ja, misschien volgende week. Denk het niet. En inmiddels hebben we ook de Body & Balls Collection 3 verzorgingsproducten om jouw kroonjuwelen ultieme verfrissing te geven. Deo voor je ballen. Unieke zeep voor je ballen. De reviews zijn lovend. Gebruik jij wel eens deo voor je ballen? Nee. Heb jij van die zure zweetballen? Nee.
Oh. Jij wel? Nee. Dus, tijd om die upgrade van je bodycare te gaan regelen met korting. Ja, want we hebben een toffe sale. Sally. Sally overgegeven. Op balsie.nl. Je krijgt 20% korting op alle producten op de website. En als je een booster trimmer koopt, krijg je daar ook de body en bals collection ter waarde van €29,85 gratis erbij. En dat is fijn. Ja, je hebt geen kortingscoring nodig. De prijzen zijn al aangepast voor Rollenpraat. Ga dus snel naar balsie.nl en score de beste verzorgingsproducten voor mannen. Ja, en laten we wel zijn, heren. Wij mogen daar beneden best verzorgen voor de dames. Vind ik wel. Ja. Zeker voor de dames in Groningen. Ja, ook Camilla vindt dat lekker. Ja, die Camilla is er gek op. Ja, Camilla. Die heeft vaak kale ballen op haar kindertje liggen. Schijnt. Heerlijk, heerlijk. En niet die van Kees. Nee. Ja, dat alles die bestand. Nee, niet die van Kees. Niet die van Kees. Nou ja, maar het kan er gebeuren. Ik denk dat we er zijn. Ja, niet? Hebben we niks meer? Jawel! Het Stukendoor-collectief! Wat zeg ik? Het aanbouwcollectief. Ja, het aanbouwcollectief. Stukendoor-collectief bestaat niet meer, want het is aanbouwcollectief.com. Afbouwcollectief.com. Wat? Afbouwcollectief. Afbouwcollectief. Misschien is het wel handig als we weten wat de naam is voor het afbouwcollectief van de afbouwcollectief. Die bouwen af. Laat ik spuiten in aanbieding voor nu maar €8 per vierkante meter. Is niet veel. Aanbouw al vanaf €950 per kubieke meter. Oh, mooi. Dakreparaties bij lekkages of een compleet dak. Dat is nu ook nieuw. Dus hebt u problemen op het dak, zij gaan het dak op. Heeft u een lekkend dak? Laat het dan maken door afbouwcollectief.com. Of het plaatsen van een nieuwe badkamer al vanaf €5000. Dat is niet veel geld. Mooi. En dan naar de warmtepompen. Besparen op je gasbrug. Warmtepompen zijn steeds meer in het nieuws. Ja. De hybride warmtepomp vooral. Die bestaat uit twee delen, binnen- en de buitenunit. De buitenunit zorgt ervoor dat de buitenlucht wordt omgezet in warmte om de woning te verwarmen. Mooi. De warmtepomp maakt gebruik van elektra. Echter, het levert je 4 keer zoveel warmte terug. Oh, jezus. En werkt dus deels samen met je cv-ketel. Ideaal dus als je zonnepanelen hebt en je kan gewoon je huidige radiatoren behouden. Bespaar minimaal 75% op je gasverbruik. Maak een afspraak op het warmtepompcollectief.nl. En je hebt dan een warmtepomp in huis vanaf €4600, inclusief volledige installatie met warmtegarantie. Deze prijs is mogelijk door de hoge subsidie van maar liefst €2400, die nu nog beschikbaar is gesteld door de overheid. Dus wees er snel bij. Je kan net zo leuk voorlezen als loopt niet goed af. Dankjewel. Leuk. Nu zijn we er echt doorheen. Ah, nou, bedankt voor het kijken, lieve mensen. Voor alle mensen die in mijn DM zitten, hoe het met mijn neus gaat. De bloeding is gestelpt. Ja, en voor alle jonge meisjes die ook graag een keer Jan een kusje willen geven. Wanneer ga je weer uit? En waar? Binnenkort. Ik denk dat ik binnenkort weer naar Groningen ga, want ik viel daar goed in de smaak. Wel mooi. Ja, als Baudet daar is, krijgt hij klap in de flesje. Ja, ik krijg kusjes. Ja, jij krijgt kusjes. Ja, maar het verschil moet er ook zijn, ja. Dank u wel. We zien u bij de extra. Hoi. Doei.